MMA DNA staat hier met Anthony Engelen. Allereerst, hoe gaat het met je? Gaat hartstikke goed. Goed om eventjes in Nederland te zijn. Ja. Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Hoe voelt het om er thuis te komen? Koud. Qua klimaat dan in ieder geval. Wat dat betreft is het natuurlijk altijd goed om terug te komen in Nederland. Mijn familie woont hier. Mijn vrienden zitten hier nog. Ja, het is nogmaals een stukje kouder dan ik had verwacht ook echt. Dus dat was zeker even wennen qua voorbereiding, qua trainen, buiten hardlopen en dat soort dingen. Maar goed, het einde van de dag, ik ben een sportman, dus koud en warm, dat moet je naast je laten liggen. Dus. Ja, want wanneer ben jij hier aangekomen? Omdat je zegt, je voorbereiding heb je ook hier gedeeltelijk gedaan? Ik ben vorige week vrijdag aangekomen uit Indonesië. Ja. Dit is je eerste partij in Nederland sinds 2011. Hoe heb je dit meegenomen in je trainingsschema? Ja, ik heb deze partij relatief gezien laat aangenomen. Redelijk last minute. Ik ben altijd aan het trainen, hoe dan ook. Maar natuurlijk wedstrijdvoorbereiding moet er even een schepje bovenop. Ik ben toen eventjes naar Bali gegaan. Een kleine 10 dagen daar volop getraind. Toen terug naar Jakarta samen met mijn coach. Bij mijn eigen gym, Tatsujin MMA, getraind. Toen ben ik naar Nederland gegaan, vorige week vrijdag. Dag erop gelijk weer in de sportschool na een lange vlucht. En daar, even kijken, nog een week getraind eigenlijk. En de laatste paar dagen gewoon een beetje bezig met een klein beetje afvallen. En zodoende zijn we er nu klaar voor. Verwacht je een staand gevecht of een grondgevecht? Beide. Het begint natuurlijk staand en Dwayne zal me ongetwijfeld proberen naar de grond te krijgen. Misschien gaat het hem lukken, misschien gaat het hem niet lukken. Hoe dan ook, krijgt hij een paar stompen als je het gaat proberen natuurlijk. En het wordt zowel staande als op de grond wordt een hele goede partij. Nogmaals, het is een goede tegenstander, aardige jongen. Goed voorbereid ook, denk ik. En we gaan er wat leuks van maken. Durf je een voorspelling te doen? Ja, de enige voorspelling die ik wil doen is dat het een goede partij wordt. Ik hou niet ervan om te zeggen van ja, tweede ronde, knockout, zo ben ik niet. Ik vind als je dat soort dingen zegt, dan heb je geen respect voor je tegenstander. We hebben er allebei hard voor getraind. We gaan allebei proberen te winnen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik er een goede zekerheid over heb, is dat aan het einde van welke ronde dan ook, is dat ik aan het einde met mijn handen omhoog sta. Wie staan er morgen in je hoek? Morgen in de hoek staan mijn broertje, Neil Engelen. Vincent Latool, mijn teamgenoot. En mijn neef Brian. Dus goed vertegenwoordigd met de jongens die ik vertrouw. Helemaal goed. Hey, heb je nog wat te zeggen tegen de fans van MMA DNA? Ja, iedereen. Dit is Anthony Engelen. Eventjes weer in Nederland om een goede partij neer te zetten. Ik hoop dat jullie morgen mij komen supporten. Dan wel het event WFL komen supporten. Het grootste MMA event in Nederland. Ik hoop jullie daar te zien, jongens. Dankjewel. Top.